En dan de omgangsvormen, hier in dit huis. Daarvoor wil ik u meenemen naar België. Iets meer dan een week geleden ontstond daar opschudding over een opiniestuk van Fientje Moerman. Mooie Vlaamse naam. Ze is Vlaams parlementslid voor de Open VLD. Dat zijn de collega's van onze blauwe vrienden aan die zijde. Het was een hartekreet over haar angsten. Haar angst om door de mangel gehaald te worden om kleine dingen. En ze sluit af met, aanvang citaat, weet u beste mediaman, kijk even naar de pers, weet u beste mediaman, politicoloog, publiciteitsman of kiezer, uw politici zijn het zat. Natuurlijk zijn wij geen heiligen, maar dat zijn jullie ook niet. Natuurlijk maken we fouten, maar dat doet u ook. En natuurlijk zijn we meestal geen genieën, maar u ook niet. En we zijn ook geen schoonheidskoninginnen of Mr. Worlds, maar beste mediaman, prof, journalist, kiezer, zo ziet u er ook niet uit. We zijn net zoals u, anders zou u voor ons niet kiezen. Volksvertegenwoordigers, we belichamen wat jullie denken en we proberen problemen op te lossen die jullie, tussen haakjes denken, te hebben. En we verwachten van jullie niets, tenzij een klein beetje respect voor ons werk. Het is verre van perfect, maar dat is het uwe ook niet. Einde citaat. En ik kan u zeggen, ik weet niet of het nieuws in België vorige week een beetje heeft gevolgd, maar ze raakte een gevoelige snaar. Het respect voor politici is er niet meer, de buitenwereld is de schuld, was de boodschap. En vorige week op de integriteitsbijeenkomst proefde ik een beetje dezelfde sfeer. Het is allemaal de schuld van hoe de media ermee omgaan. Die zijn alleen maar uit op sensatie, werd er gezegd. Beste mensen, wij politici, wij leggen zelf vaak de bal klaar. En vaak is het een andere politicus die hem erin schiet. Omdat dat partijpolitiek gezien nou eenmaal zo mooi uitkomt. En de media, die doen daar enkel verslag van. Met het verschil dat in sommige gevallen de maker van het doelpunt, anders dan bij het voetbal, niet bij naam wordt genoemd, omdat hij er een persoonlijk belang bij heeft om anoniem te blijven. Kortom, wij doen het onszelf aan. Deze kwesties beschadigen het aanzien van ons allemaal. En deze kwesties bewijzen ook dat we allemaal, zonder uitzondering, kwetsbaar zijn. We hebben allemaal morele dilemma's. Niemand uitgezonderd. En die morele dilemma's, die lossen we niet op als we allemaal op ons eigen kluitje blijven aanmodderen. Als we er niet in openheid over spreken en als we elkaar, dit is belangrijk, niet helpen om misstappen te voorkomen voordat ze gemaakt zijn of voordat die tot vervelende gevolgen leiden. We hebben potverdikkeme toch allemaal het algemeen belang van Limburg voor ogen. Van onze provincie. Of, zoals we net hebben gemerkt, wilt u allemaal dan lid zijn van de Provinciale Staten waarin het wantrouwen regeert? Waarin je voortdurend moet afvragen of er iemand klaar staat om je een pootje te lichten. Waar we met elkaar meer bezig zijn met politieke spelletjes en opeenvolgende vereffening van openstaande rekeningen. Is dat wat we met elkaar allemaal willen? Dan wens ik ons allen veel succes met het terugwinnen van het vertrouwen van de burger. En laat ik tot slot, voorzitter, want hiermee sluit ik af, laat ik tot slot daarover een voorspelling doen aan u allen. Als wij zo doorgaan met elkaar, dan gaat ons dat niet lukken. Dank u wel.